En de derde lijn is die van de verlossing. De schepping, de geschiedenis en de verlossing. God trekt zich het lot van de mensen aan. Dat is fundamenteel in ons geloof. Hoe hij dat doet, dat moet ook telkens opnieuw naar zoeken. Maar hij is een dienende God. En daartoe is Jezus Christus gekomen. Hij maakt de mensen vrij. Hij verlost de mens uit zonde en lijden. Heel de schepping is bestemd voor de eerlijkheid. Alles wat er is, moet onttrokken worden aan het negatieve, aan het moeilijke, aan het kwaad, aan het lijden, aan de zonde, aan alles wat er moeilijk ligt. En daarin is Jezus ons voorbeeld. Hij die compleet zich gezet heeft tegen kwaad en onrecht en tegen lijden. En daarom is het juist, omdat wij in deze dingen staan, dat ons christelijk geloof de mens promoveert. Hij maakt de mens tot een waardevol iemand die door God bemind wordt. En onze wereld is niet louter een verschijnsel, maar daar zit ook een draagkracht in, daar zit ook een zingeving in. Ik zou natuurlijk je voet dat wel nog wel een paar uur verder over kunnen vertellen. Maar dat is in korte lijn wat het typische is van het christelijk geloof. En het wordt voorgesteld dat je deze dingen probeert ook te verbonden aan de lesgeeft. Ons katholieke geloof, maar ik moet er aan toevoegen, het is ook mijn geloof. Het geloof passeert door jouzelf. En ik wil nog een keer zeggen, je moet je geloof niet verbergen. Je moet niet verstoppen dat je gelooft. Leerlingen mogen dat rustig wel gewaarborgd. Maar je moet niet doen aan exhibitionisme ook. De pas en de onpas van uw innerlijke enthousiasme en uw contact met God en uw visioen, dan weet ik allemaal daarover vertellen. Het komt altijd op aan. Ik ben een geloof en ik worstel met mijn geloof en ik heb het zo moeilijk met mijn geloof. En mocht dat gaan weten, en ik verberg dat niet, maar ik loop er ook niet voortdurend mee te kopen. Ik vind dat nogal centraal in het werk van een godsdienstleerkracht. Er is dus objectieve inhoud van het geloof. Maar hoe ga ik daar nu mee om? Wat doe ik daar mee? Ik zei reeds dat het beroep van godsdienstleerkracht je compromitteert met jezelf. Voortdurend is er ook de vraag, geloof ik zelf wel wat ik verkondig? En als ik lesgeef, zeg ik dikwijls, volgens de katholieke kerk is het zo. En volgens de Bijbel zou het zo zijn. En de kerk zegt graag dat het zo is. Of hoor je daarbij? Moet je te vaak afstand nemen? Of is het inderdaad door jou heen gegaan dat je kunt zeggen, we proberen het zo te zien. Met de kerk zoeken we of het misschien in die lijn kan gaan. Behoor je een beetje tot die gelovige gemeenschap en laat je dat zien. Paulus in zijn brief aan Timotheus schrijft: het geloof dat uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunike bezielde en nu ook leeft in u. Timotheus, Paulus zegt, de stad is een traditie. Jouw geloof komt van je grootmoeder en van je moeder en dat zit nu in jou. Je kunt het eindelijk maar overdragen en van getuigen wat zelf ontvangen hebt, wat je zelf gekregen hebt. En daarvoor openstaan, omdat het verder zou kunnen komen, dat je zou kunnen ontvangen, om het door te geven. Je maakt het geloof mee met al wat je meemaakt. Je ervaringen, positieve ervaringen van geloof, van Gods ontmoeting soms keer. Wat zeg ik daar? En negatieve ervaringen die je meemaakt met geloof, met God, met gelovigen, met anderen. Dat alles zit samen in jou. En zo geloof je. Met heel jouw verleden, met al jouw kwetsuren. Met je zekerheid. Je onzekerheid. Je aarzeling, je twijfel, je scepties. Of rustig en open, vertrouwvol. Met ergernis. En al deze dingen zitten in jou wat normaal is. En het is vandaag het is dat je probeert aan te brengen wie God is, wie God zou kunnen zijn, en hoe door deze geschiedenis en in de wereld mensen naar God hebben gekeken,
Hoe boeddhisten kijken naar God, hoe moslims kijken naar God, hoe ze dat allemaal doen. Hoe we proberen God te zien vanuit al wat wij meemaken en ervaren. En hoe wij dan Christus daarin zien. Het is onvermijdelijk dat je zelf ook voortdurend bevraagd wordt in jouw geloof. In de positieve of de negatieve zin. En het is goed dat we weten dat besef en daar niet van te verschillen. Hoe moet je daarmee leven? Met dit geloof in jou. Vanuit een verbondenheid met Christus. En zoals professor het al zo mooi gezegd heeft, door altijd weer uw ogen te richten op Jezus. Dat ik inderdaad vind dat hij centraal staat in de geschiedenis, in ons geloof, in ons leven. Kijk hoe Jezus het gedaan heeft. Een mens, een man van Gods wegen, die hem zelf Gods zoon noemt. En dus naar gaan kijken, niet alleen vanuit een studie, om na te volgen, kijken naar hem met een sympathie, maar ook kijken naar hem met een verbondenheid. Een beetje als leerling van Jezus. Zo proberen te doen. Maar natuurlijk gaat dat gepaard met aarzelingen en twijfels. En ik hoop dat je die niet te vlug kwijtgeraakt. Ik hoop dat je zult blijven een beetje twijfelen en een beetje aarzelen en een beetje zoeken. Want anders kun je vooruit gaan. Anders blijf je staan met een massief geloof dat misschien niet door jouw leven gepasseerd is. Maar je moet je ook niet koesteren in de twijfels. Ook die twijfels die voortdurend etaleren. En zeggen, nou, geloof je dat ook niet allemaal hoor. Ik heb er ook moeite mee. Enfin, het is helemaal goed. Je moet dat in jouw eigen leven als gelovige, zoekende gelovige, rustig kunnen blijven. Maar natuurlijk, het is bedenkt. Ik heb het opgeschreven, ik zal het maar zeggen. Als je last hebt met je geloof, zoek dan een ander beroep. Als je bij het godsdienst leerkracht wordt, wel, ik vond het daar dat je een beetje gelooft. Dat is aan die basis, dan ga je nooit een goede godsdienst leerkracht zijn. Zoek dan maar iets anders te doen in je leven. Je brengt dus het geloof aan, het geloof van de hoofdstuk, de christelijke geloof. Dat door jou gepasseerd is, het is jouw geloof, mijn geloof, geloof ik spreek, maar het is ook het geloof van de kerk. En je vertegenwoordigt dus in zekere zin de kerk. Je bepaalt mee het gezicht van de kerk naar buiten toe. Naar de leerlingen, naar de schoolgemeenschap, naar de ouders toe, naar iedereen. Je bent iemand van de kerk, of je dat nu graag hebt of niet. Je kunt je niet desolidariseren van de kerk. Je kunt wel af en toe laten blijken ook dat je met sommige aspecten van de kerk het moeilijk hebt. Dat er ook dingen zijn die jou vragen stellen. Maar je behoort tot de kerk en je wordt ook zo gezien en bekeken. En ik zei even, dat is misschien nog het gemakkelijkste, misschien is dat het moeilijkste, alhoewel ik moet zeggen, in de kerk, daar zijn toch enorm veel goede dingen. Je moet je thuis voelen in de kerk. Ik ben soms wat verrast van kerkmensen, zoals godsdienstleerkrachten, of ook een paar andere pastorale werkers, die om de haverklap, ze moeten een beetje distancieren. Ik zeg, jongen, de kerk, jongen, weet het ook wat ik van, maar ik probeer te geloven. Zo. Je kunt dat niet. Je kunt het geloof niet scheiden van de kerk. Je behoort daartoe, die grote universele kerk. Daar behoor je toe, maar ook de kerk van de streek, van je hoofd, van de stad of de dorp, de gemeente, waarin je les geeft, daar. Dat die kerk behoor je ook. En ik nodig je uit om blij te zijn met de kerk. Om fier te zijn. Op de kerk waartoe je